En toen dacht ik, ja, maar ik moet deze school doorkomen. Ik moet het halen. En ik weet gewoon niet hoe dat me dan nog lukt. En het enige dat ik merkte, toen ging ik op een gegeven moment op. Ik denk, ja, ik had een tussenuur. Ik denk, wat moet ik nou? Ik zag het echt niet meer zitten. Maar ik denk, ja, ik wil wel door. Ik wil, ja, dood was dan voor mij de andere optie. Maar ik denk, dat wil ik niet. Maar ik weet niet hoe ik door moet. En toen ging ik naar de wc. En toen stootte ik per ongeluk mijn elleboog aan de wasbak. En dan kreeg je zo'n telefoontje dat dan zo helemaal doortrekt. En dat deed echt keizeer. Het was auw en een beetje vloeken. Maar toen merkte ik ook van, wacht eens even. Ik voel me nu rustiger. Ik heb nu minder last van de stress. Als ik pijn heb, dan heb ik minder last van die andere pijn en van die andere stress. Dus zo ben ik begonnen met mezelf pijn te doen.